Verhalen over een Rotterdams icoon. Dag, Dijkzicht. Dag, Dijkzicht. Ja, 2 weken geleden is begonnen met de definitieve sloop van dit iconische gebouw. 70 jaar heeft het er gestaan ongeveer, was revolutionair destijds. Veel grote ramen erin, want ziekenhuizen vroeger waren donker. En daar ligt natuurlijk heel veel historie in dat Dijkzicht ziekenhuis. Er zijn mensen geboren, er zijn mensen overleden. Er hebben mensen gewerkt, er hebben mensen op de verpleegafdelingen gezeten. Er zijn mensen geopereerd. Er zijn mensen op bezoek geweest bij al die mensen die in het ziekenhuis lagen. We hebben een paar weken geleden een oproep gedaan op onze social media kanalen. Meld je nou met je verhalen over Dijkzicht. Duizenden reacties, echt waar. En we hebben een paar van de mensen die hebben gereageerd uitgenodigd om er ook met ons in de uitzending over te praten op Radio Rijnmond. En we hebben zelfs een stukje origineel, stukje Dijkzicht voor die mensen met een echtheidscertificaat. Hannie Piso, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mevrouw Piso, we hebben dus hier een stukje origineel Dijkzicht liggen. Ja. Dat is voor u, als u dat wilt. Nou, heel graag. Dat vind ik leuk. Maar eerst maar eens even praten bij ons in de uitzending over uw herinneringen aan dat beroemde Rotterdamse ziekenhuis. Ja, ik heb daar meerdere herinneringen aan. Mijn moeder heeft er vaak gelegen. Maar eigenlijk de leukste herinnering, dat is met mijn opa geweest. Mijn opa die had vaatproblemen en zijn onderbeen was afgezet. En hij had een kunstbeen. En omdat hij problemen had met zijn vaten, had hij iedere keer ontstekingen en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment hadden ze hem met spoed 's middags opgehaald vanuit huis en naar Dijkzicht afgevoerd. Hij lag op 9 midden. En toen kreeg ik op het einde van de dag kreeg ik een belletje of ik alsjeblieft zijn kunstbeen wilde gaan brengen. Want dat waren ze vergeten mee te nemen in de ambulance. Details. Dat lag nog thuis. Dat lag nog thuis, ja. Dus, en mijn oma, die had geen rijbewijs, niks en die kon niet. Dus het was eigenlijk een lichtelijke paniek dat ik dat been moest gaan brengen, s'avonds nog. Dus ik kwam uit mijn werk met een vriendin samen en wij hebben dat been opgehaald. En wij gingen naar het Dijkzicht toe en dan moest je via de achterkant, via de EHBO of de poli, moest je naar binnen. Dus we komen bij de portier aan en we zeggen, goedenavond, wij moeten even iets afgeven. Maar ja, 2 giechelende meiden in een auto, dus die man die keek ons heel geïrriteerd aan van, ja waar moeten jullie dan zijn? Nou meneer, sorry, maar ze hebben vanmiddag mijn opa opgehaald, maar ze zijn zijn been vergeten. Toen keek hij me heel belazerd aan en wij tillen dat been vanaf de achterbank van de auto en we steken het uit het raam. En toen moest die man zo vreselijk lachen. Toen zegt hij, nou rij maar door en via die deur en via die afdeling en dan kan je naar de lift en dan kan je naar boven. Dus zo kwamen we binnen en die man die zat echt te schudden van het lachen toen we doorreden. Ja. Ja, wij ook wel. Het was natuurlijk hilarisch dat wij met dat been door dat ziekenhuis liepen om dat been af te leveren. Dat is, dat is wel een kostelijk verhaal. Wanneer, in welk jaar was dit? Nou, ik had toen net mijn rijbewijs, dus dat zal ergens in 78, 79 geweest zijn. En u zei van ja, mijn moeder heeft er ook vaker gelegen. Ja, helaas, ja. Ja? Te vaak is... Ja, mijn moeder die had last van kiezers op de eierstokken en dat soort dingen. Ja. En dat gebeurde heel vaak rond de feestdagen, zoals kerst of Pasen. En vroeger ging je niet voor 2-3 dagen het ziekenhuis in. Nee, dan ging je gelijk voor 2 tot 6 weken. Ja. Dus dan was er een behoorlijke tijd weg. En dan moesten jullie het maar thuis zien te rooien. Ja. Mijn oma die nam dan wel veel taken over. En ik zelf ook, want zo van kleins af aan, ja, je wordt gewoon aan het werk gezet. Zo simpel is dat. Ja, ja. Even terug naar opa. Ja, jullie hebben het been gebracht. Heeft hij nog, lang in het ziekenhuis gelegen? Ja, mijn opa die heeft ook wel een paar weken in het Dijkzicht getoefd. Dus we gingen eigenlijk iedere dag wel. Wij hadden dan een planning van wie er die dag ging. Mm. Helaas was onze familie niet zo groot. Dus ik ging wel gemiddeld 3-4 keer per week. En opa hield ook wel van een borreltje. Dus we moesten af en toe stiekem een beetje jenever meenemen voor hem. Oh ja. En dat kreeg hij dan in een glas water, tussen haakjes. Ja. En dat zat hij dan heerlijk op te smikkelen. Ja. En de arts die zei, die vond het prima, want die zei, joh, dat verdunt zijn bloed, dat is goed. Precies. Dat bevordert zijn genezing.
Ja. Ja. Ja, ja. Maar als, ja, toen nog wel. Als u nu langs dat Dijkzicht rijdt of loopt, welk gevoel roept dat dan op, dat ziekenhuis? Nou, ik ben er toevallig van de week langsgekomen en toen zag ik dat ze aan het slopen waren. En toen dacht ik, ja, dit is toch wel een iets uit je verleden, iets wat erbij hoort. Ik woonde er ook in de buurt, dus we kwamen er vrij vaak langs. En ik heb er vlakbij op school gezeten, dus daar kwam ik er ook dagelijks langs. Het is wel een gebouw wat in je geheugen verankerd zit. Nou ja, u heeft een heel... Ik heb het andere ziekenhuis eromheen gebouwd zien worden. Mm-hmm. En in het nieuwe ziekenhuis ben ik inmiddels ook zelf al een keer gedotterd. Dus ja, het is toch iets wat ook bij de stad hoort. Het is ook een stukje Rotterdam. Het is naoorlogse architectuur. Het was heel bijzonder destijds. Maar ja. Het is echt achterhaald. En volgens mij hebben ze nog wel nagedacht van, kan het een andere bestemming krijgen? Maar ja, volgens mij is slopen ook in dit geval en iets nieuws neerzetten goedkoper dan zo'n oud gebouw helemaal opknappen. Maar, dat is het waarschijnlijk ook. En ze kunnen er waarschijnlijk nu hoger neer gaan zetten dan wat het was. Ook dat. Ja, het is een mooie Rotterdams icoon. Nou ja, we hebben een stukje liggen hier voor u. Het is te zwaar om op te sturen. Dat zeg ik er wel bij. Kost ons heel veel postzegels. Dan kom ik het graag op. Ja, nou, dat is heel fijn. We zullen straks even de details regelen daarvoor. Ja. Dank u wel voor uw verhaal. Het is toch een beetje met een lach en een traan. Hè? Kunstbeen, dat is inderdaad wel leuk. Ja, wat overheerst er nou, mevrouw Pizzo, als u aan Dijkzicht denkt? Is dat toch dat kunstbeenverhaal? Of toch dat u bijvoorbeeld uw moeder er zo vaak lag? Ja, beide wel. Want ja, het is toch al bij wel naast de familie wat daar lag. En ik kan me ook gewoon nog heel goed de centrale hal herinneren. Ik ben als kind zijnde ook daar wel regelmatig op een stoel geplant en hier blijven zitten. En dan kreeg je wat te drinken en we zijn zo weer terug. Want als mijn moeder er heel slecht bij lag, mocht ik er niet bij. Dus dan moest je wachten. Mijn broertje die is een keertje gewoon naar buiten gewandeld. En die hebben ze gezocht en gevonden. Want die zag een of andere mooie auto of iets dergelijks. En dan bleef hij wel staan. Maar ik ben er vrij vaak geweest. Gemengde gevoelens. Ja, kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Ook wel van dat mensen daar toch wel weer uitkwamen. Dus dat ze daar beter gemaakt werden. En ja. Dat is toch wel de bedoeling van het ziekenhuis, ja. Dat je er beter uitgaat dan je erin gekomen bent. Ja, ja. Hannie Pizzo, dank wel voor uw verhaal. Ja,